Hallo, leuk dat jullie er zijn. Kijk, lekker gezond aan het eten. Normaal doe ik altijd heel netjes gebalanceerd, hoor, maar vandaag dacht ik dikke tering ermee. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Met mij gaat het goed. Ik zit lekker in mijn hum. Vorige week was echt puinhoop. Met mijn volle maan ben ik altijd niet zo goed. En afgelopen donderdag en vrijdag was het volle maan. En eens in de zoveel tijd, of eigenlijk dus vaak met de volle maan heb ik dat. Dat ik denk, wat voel ik me toch raar en waarom doet mijn hoofd het niet? Weet je wel, dat ik probeer te denken, maar het werkt gewoon niet. En dan 9 van de 10 keer, of 7, 8 van de 10 keer, dat ik dan kijk, dan heeft dat te maken met de volle maan. Dat is echt heel raar. Maar je raakt eraan gewend, maar ik ben blij dat ik weer een beetje terug ben. Jeetje. Want als je hoofd het niet doet, dat is echt niet fijn. Dit is een afsluitende vlog. Zoals ik misschien al heb gezegd. Oh ja, ik heb een piep in mijn oor. Nou, die trekt al weg. Afsluitende vlog in deze woning. Omdat ik natuurlijk bezig ben met verhuizen. Ik heb een nieuwe woning op de Mauritsstraat. Dat is in het centrum van Rotterdam. En ik heb nou heel de woning leeggetrokken, dus dat wilde ik even laten zien. Kijk, daar stond eerst de boekenkast. Alles van de muren af, bureautje leeg, vloertje eruit. Hier ook, helemaal weg. Vandaag helemaal de pleuris gewerkt. Nou, dit was de studio. Niks meer van over. Dag studio, bedankt voor alle jaren waardevolle inzet. Dat zal ik al missen hoor. Ik heb op die nieuwe locatie, in de nieuwe woning, heb ik dus alleen een slaapkamer en een woonkamer, wat natuurlijk heel normaal is. Maar ik zal hem wel missen, die extra ruimte. Want dan kan ik niet meer een studio bouwen zoals ik hier had. En ik ga vast wel iets fixen. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik zal het zeker missen. Kijk, dit is de plate reverb die ik zelf heb gemaakt. Geluidspaneeltjes. Die gaan allemaal in de opslag. Check. Ik heb daar in de nieuwe woning geen ruimte voor. Ja, nou, spreekt een beetje voor zich, toch? Leeg huis. Dus dat. Nou, zeg maar gedag, jongens. Tegen de studio. Slaapkamer sla ik over. En dit moet ik ook nog doen. Hier liggen de visstick bakken. Ach, die draait heel lekker allemaal. Lekker zacht. Oh, lekker zin in. Het zijn er. Ik heb nu 10 visstick gedaan. Dat is natuurlijk helemaal niet gezond. Nou, vandaag is echt een pittige dag, dus ik had niet zo'n zin om echt heel uitgebreid te gaan koken. En die koelkast moet ook leeg. Dus ik denk, nou, dan komt die spinazie. Kan ik dan ook meteen opmaken. En het is gewoon kei lekker. Dat wist ik zo lekker. Ja, dat moet ik ook even roeren. Rekswachter. Maar jeetje, verhuizen. Wat een regel zeg. Ik ben echt al de hele maand bezig. En die nieuwe kiet was echt een zwijnenstal. Dus dan moest een hoop worden schoongemaakt, worden geschilderd. En omdat ik hier natuurlijk 5 jaar zooi heb zitten verzamelen, omdat het een keigrote woning is, moet ik al die zooi nou wegdoen. En ik heb al een hoop weggedaan, maar het blijft maar komen. De zooi blijft maar komen. Oh man. Maar het schiet al aardig op. Vanavond laatste zooi buiten zetten. Voor grof vuilafspraak en dan zijn we er een heel eind. En de tuin natuurlijk. Die is ook mijn helemaal leeg. Dat ga ik ook missen. Ja. Maar ja. We hebben een goede tijd gehad. En ik denk dat het ook wel goed is dat we weer even dat ik weer een nieuwe woning mag betrekken.
Het geeft ook weer nieuwe impulsen, andere manier van je leven invullen. Want ik heb daar geen studio en geen tuin, dus er zullen wel andere dingen voor in de plaat komen. Ik weet ook nog niet precies wat dat gaat zijn. Sowieso iets met muziek. Maar ik hou jullie op de hoogte via de vlogs. Dat is mooi. En veel regelen. Maar ik ben wel heel blij om te zien dat ik er dat kan genieten van het hele proces. Want als ik iets heb geleerd van afstuderen als muzikant-producer, is dat het doodzonde is als je heel wat je best doet voor iets. Of je gaat een heel traject in, al is het op je werk of met je gezin of eigenlijk alles. Het einddoel is mijn ding op zich, weet je wel. Het gaat ook om de hele beleving. En dan wil ik niet meer zeggen dat het alleen maar leuk hoeft te zijn in het leven. Daar hebben we het helemaal niet over. Maar als het een beetje, als ik dingen naar mijn hand kan zetten om er iets meer, om er gewoon een fijne beleving bij te hebben. En dat ik het goed naar mijn zin heb, dat is mij heel veel waard. Veel meer waard dan geld. Gewoon een geluksgevoel, geluksbeleving. Nou, moet ik toch weer even filosofisch worden zo aan het einde. Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang in de nieuwe woning. Voor nu is dit waarschijnlijk de laatste vlog in deze woning. Dus ik verwacht heel veel tranende emoticons onder deze vlog. Mensen bedankt, huisje bedankt. Tot de volgende vlog. En eet smakelijk.